Voorzitter, dank. We debatteren vandaag over het pensioenakkoord dat er niet is gekomen. En de afgelopen week stonden de kranten er vol van. Er is over geschreven, er is over gesproken op televisie en er was maar één vraag. Wie heeft het gedaan? Wiens schuld is het? En er wordt gewezen naar de vakbeweging. Er wordt gewezen naar linkse partijen. Ze waren halsstarrig. Ze wilden niet. Ze wilden niet springen. Waar is het leiderschap? Dat is een manier om ernaar te kijken. Ik denk dat iedereen hier vindt dat er een nieuw pensioenstelsel moet komen. Maar ik ben er blij mee dat het niet is, dat het stelsel wat nu voorlag, dat het niet is geworden. En ik vind het verstandig. En het laat zien dat de vakbeweging zelfbewust is. En ook de eisen die GroenLinks heeft gesteld, die ook de linkse collega's hebben gesteld, dat doen we niet zomaar. Deze premier was magisch in de manier waarop hij tot deals kon komen. En in 2008, en dat moet gezegd, was het Mark Rutte die goed zag, er komt een economische crisis aan. En hij zei, volg mij, ik weet hoe we hieruit moeten komen. Bezuinigen en we verkleden de verzorgingsstaat verder uit. En bijna allemaal hier, ook mijn partij, heeft er op een zeker moment wel eens aan meegewerkt. Maar de tijden zijn veranderd. Het is niet meer de tijd om de verzorgingsstaat verder uit te kleden, maar om die verder op te bouwen. En dat was wat er nu voor lag. Een nieuw pensioenstelsel dat meer zekerheid biedt voor meer mensen. Voorzitter, en daarom moet er ook een nieuw stelsel komen. En is het in die zin een gemiste kans? We moeten ervoor zorgen dat die 1,6 miljoen mensen die op dit moment geen pensioen opbouwen in Nederland, dat straks wel gaan doen. Het is onbestaanbaar dat mensen die nu als ZZP'er door het leven gaan, maar eigenlijk gewoon werknemer zijn, dat werkgevers daar geen pensioenpremie voor betalen. En toen we de AOW-leeftijd verhoogden, met veel partijen hier in deze Kamer, hadden we een belofte. Weten we nog? Mensen in zware beroepen, die zouden eerder moeten kunnen stoppen met werken. En van die belofte is helemaal niets terechtgekomen. Ook dat hebben we te herstellen. En als we in de toekomst willen dat de AOW-leeftijd blijft stijgen, dan moeten we het wel eerlijk doen. Want ja, we worden met elkaar ook ouder. Maar de tijd dat we in goede gezondheid leven, is ook steeds korter. En de verschillen tussen hoog en laag opgeleid zijn enorm. Dit vraagt om grote aanpassingen van het pensioenakkoord. En ja, je kan de schuld geven aan de vakbeweging. Je kan de schuld geven aan linkse partijen. Doe dat, zou ik willen zeggen tegen de premier. Maar je kan ook accepteren dat er iets veranderd is in de samenleving. Dat het midden niet meer is. Dat de consensus die er jarenlang was, niet langer de consensus is. Er is meer zekerheid nodig voor meer mensen. En ik zou tegen de premier willen zeggen, ontmoet ons in het midden. Het is niet de vraag of wij concessies willen doen of afspraken willen maken, maar is de premier daartoe bereid? De heer, ik vraag me af of die wel, nu al goed blijft gaan, want nu zegt de heer Klaver richting de premier, geef ons concessies. Maar we hebben het toch over een pensioenakkoord, over een pensioenpot van 1400 miljard euro die van de sociale partners is. Voorzitter. Ik denk dat een van de problemen is dat er de afgelopen tijd is onderhandeld over het contract. Maar dat niet het enige is als je het hebt over een nieuw pensioenstelsel. Ik vind het onbestaanbaar en ik hoop de heer Buma met mij dat in Nederland 1,6 miljoen mensen geen pensioen opbouwen. En daar gaat, als je zoiets historisch gaat doen als het pensioenstelsel vernieuwen, dat doen we één keer in de 20, 30 jaar. De premier heeft volgens mij gezegd één keer in de 50 jaar. Dan moet je er ook voor zorgen dat je de vraag beantwoordt voor wie is dit stelsel? En dan kom je ook uit bij al die payrollers, mensen die in de uitzendbranche werken, ZZP'ers, die ook pensioen moeten kunnen opbouwen in dit land. En als je dat niet regelt, dan mis je een enorme kans. De heer Buma. Nou heeft de heer Klaver heel veel dingen gezegd over de AOW-leeftijd en dergelijke. Nu gaat het over een deel van Nederland wat inderdaad geen pensioen op kan bouwen. Maar dat is nogmaals overleg tussen werkgevers en werknemers. Nee. Is nou wat de heer Klaver zegt, laat de polder de polder en wij lossen het hier op? Of vindt hij nog dat dit iets is van overleg tussen werkgevers en werknemers, omdat zij de verantwoordelijkheid hebben over die 1400 miljard euro die de pensioenen zijn. Voorzitter, als je een nieuw pensioenstelsel wil maken, dan gaat het ook over het pensioencontract. Dat gaat over die 1400 miljard die in die pensioenfondsen zit. Daar moeten sociale partners met elkaar over spreken en afspraken maken. Hoe ziet dat eruit? Maar een stelsel is meer dan die 1400 miljard. Een stelsel gaat ook over de regels van verplichtstelling. En guess what? Dat regelen wij hier met elkaar. Dat is dus de vraag wie in Nederland wel en niet pensioen opbouwt.
En dat is een vraag die kunnen we niet zomaar bij de sociale partners leggen. Dan zullen wij hier in de politiek moeten zeggen, wij zijn bereid om ervoor te zorgen dat ZZP'ers in dit land ook pensioen kunnen opbouwen. En als het gaat over de AOW, dan hoort dat ook bij een nieuw pensioenstelsel. En dan moeten wij daar als politiek antwoorden op geven. En daarom is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil helemaal niet de verantwoordelijkheid weghalen bij de sociale partners. Die ligt daar en die moet daar blijven. Maar we moeten als politiek wel de moed hebben om te zeggen, deze grote zaken, daar moeten wij de richting in kiezen. En als we dat doen, dan denk ik dat de polder erin kan slagen om een akkoord te sluiten. De heer Buma. De conclusie hiervan is, als al die dingen erbij haalt, dat één, de vraag is, waarom heeft u dat niet gezegd toen pensioenpartners gingen onderhandelen, maar aan het eind, dat is het één. Twee, feit blijft staan dat doordat er geen pensioenovereenstemming is, jongeren te veel premie gaan betalen, in de verre toekomst blijvend waarschijnlijk te snel afgestempeld moet worden en we een niet houdbaar stelsel hebben, gewoon omdat verschillende partners er niet uit kunnen komen. En u kunt roepen, het midden, dood aan het midden, de flanken gaan bepalen, maar ik zeg u één ding, de manier die u kiest is roepen vanaf de zijlijn en niet oplossen vanaf het midden. Voorzitter, ik heb volgens mij een heel ander pleidooi gehouden. Kijk, de heer Buma, als voorman van het CDA, die heeft het over wat het midden is, of de politieke consensus die er jarenlang is geweest in Nederland. Ik zeg, de samenleving verandert. Mensen accepteren het niet meer dat de verzorgingstaat wordt uitgekleed. Die willen juist meer verzorgingstaat. En de heer Buma moet er misschien aan wennen, maar hij spreekt niet meer voor wat de meerderheid in Nederland wil. En ik geef aan dat het tijd is voor een nieuwe consensus, dat we elkaar moeten vinden. Daar ben ik toe bereid. Maar dat houdt wel in dat we nu gaan zorgen dat mensen die nu niet verzekerd zijn voor pensioen, dat we de politieke moed hebben om te zeggen dat gaan we wel doen. En dat als het gaat over de AOW, wat echt onze verantwoordelijkheid is, meneer Buma, dat we ook daarvan zeggen, daar zetten we stappen in. Die gaat minder hard stijgen en voor mensen in zware beroepen komen we met een oplossing. Dit is de nieuwe politieke realiteit, meneer Buma. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, ik heb wel eens verbindende reacties op een interruptie gehoord. Ik heb toch ook gehoord dat de heer Klaver overal eigenlijk zegt, het is my way or the highway. Meneer Buma met zijn zetels, dat vind ik niet meer zo interessant. Het gaat voortaan op de GroenLinks manier. Maar geeft dat ook niet een hele grote verantwoordelijkheid om dan met voorstellen te komen om ook samen te werken? Ik hoor heel erg wat de heer Klaver zegt van ja, ik wil allerlei dingen niet. Maar op deze manier hebben we geen pensioenakkoord. En hij zegt eigenlijk, die polder die moet zijn mond maar even houden, want de politiek is aan zet. Dat is toch een heel raar, die 1400 miljard is niet van u, die is niet van mij, ja. Die is toch van de polder? Nee, die is niet van de polder, die is van al die mensen die in Nederland heel hard hebben gewerkt om dat pensioengeld op te bouwen. En wat ik hier aangeef is niet alles, ik weet niet of u goed heeft geluisterd, meneer Van Wijnberg. Ik heb aangegeven wat ik heel graag wil. Mensen in dit land die pensioen gaan opbouwen. Mensen in zware beroepen waarvan we hebben beloofd dat ze eerder met pensioen zouden kunnen, dat we dat gaan regelen. Dat de AOW-leeftijd eerlijk stijgt. Dat zijn drie dingen waarvan ik heel graag wil dat we ze gaan regelen. Maar ik las in de krant ook de magische woorden die werden uitgesproken richting de vakbeweging. Spring, spring dan, doe het. En ze deden het niet. En daar ben ik trots op. Weet u waarom? Omdat er een tijd was waarin de vakbeweging wel akkoord ging met wat de kabinetten voorstelden. Die tijd is er niet meer. En ik zou willen zeggen, accepteer die nieuwe realiteit. En u kunt zeggen, u moet akkoord gaan met de plannen die wij hebben. Ik zeg, als u echt wil dat er brede consensus is, dan vind ik dat er beter geluisterd moet worden naar de ideeën waar de vakbeweging mee komt en waar links mee komt. En dat er iets minder geluisterd moet worden naar wat de werkgevers nu roepen. Dat is mijn standpunt, meneer Van Wijnberg. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, nee, u mag niet klappen. Voorzitter, er is volgens mij jarenlang gepraat in de polder. Het regeerakkoord was gebaseerd op de stand van denken in de Sociaal-Economische Raad. En hier continu, ik heb af en toe denk ik dat ik naar de SP sta te luisteren. Ik eis dit, ik eis dat. De heer Klaver heeft het politieke midden inderdaad doodverklaard. Maar de oplossingen in dit land komen uit het politieke midden. Ik reken daar nog steeds GroenLinks toe. Rekent u zichzelf eigenlijk ook nog tot het politieke midden? Mijn hele pleidooi is dat we elkaar moeten treffen in het midden. Dat we tot een nieuwe consensus met elkaar moeten komen. Ik geef alleen aan dat de afstand die inmiddels ook D66 heeft, die vroeger nog wel iets van linkse trekjes had, maar langzamerhand begint het wel heel ver weg te schudden. Is het wel heel ver weg. Dat we elkaar daar treffen. En ik zeg dus dat de stap die de rechtse partijen hier hebben te zetten, een stuk groter is. En de tijd dat links akkoord ging met rechtse plannen, die ligt ver, ver, heel ver achter ons. Dan de vraag of ik bereid ben om samen te werken, altijd. Maar dat betekent wel dat we een paar dingen hier in Nederland anders gaan doen. We gaan de verzorgingstaat niet verder afbreken, maar verder opbouwen. Dat is wat we gaan doen, meneer Van Wijnberg. En dat is de nieuwe politieke realiteit. En dat is ook het nieuwe politieke midden.
De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, volgens mij lagen hier allemaal plannen om mensen beter kans te geven op pensioen. Er werden aanbiedingen gedaan rondom minder snel stijgen van de AOW. Allemaal dingen waar de vakbeweging aandacht voor vraagt. Waar men heel dichtbij een akkoord was. En hier dan blijdschap tentoonstellen over het mislukken van overleg tussen sociale partners. Ik voel die blijdschap niet. Ik heb nog één specifieke vraag. Want ik heb over één ding de heer Klaver niet gehoord. En daar ben ik blij mee. En ik wil even checken of dat klopt. Namelijk het verhogen van de rekenrente. In het huidige contract met de collectieve pot moet je daar voorzichtig mee zijn. Vindt de Nederlandse Bank, stond in het concept Z-advies volgens mij. Vindt de heer Klaver dat nou ook nog steeds? De heer Klaver. Ja, allereerst, voordat ik daarop inga. De heer Van Wijnberg zegt, ik sta hier te juichen dat er geen akkoord is. Ik vind dat er een nieuw pensioenstelsel moet komen. Maar dat er uiteindelijk geen akkoord is gekomen met wat er nu op tafel lag, voor zover we het weten. Daarvan zeg ik, dat is verstandig en dat vind ik goed. Maar ik benadruk hier ongeveer in iedere zin die ik uitspreek, er moet een nieuw pensioenstelsel komen. Het is niet houdbaar op dit moment. Niet voor ouderen en niet voor jongeren. Dan de vraag over de rekenrente. Ook de rekenrente moet onderwerp van discussie zijn. Ik vind dat het kabinet en ook de Nederlandse Bank en ook het ministerie hier veel te hard aan heeft vastgehouden dat er niks zou mogen veranderen. We moeten voorzichtig zijn, maar nu zijn we zo voorzichtig dat we ons ook arm rekenen. Gaat u verder, meneer Klaver? U was bezig volgens mij met een afronding, ongeveer. Nee. Oh, de heer Van Wijnberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mis nu toch de Jesse Klaver van vroeger, die zei, we moeten juist toekomstige verplichtingen niet waarderen op basis van verwachte rendementen, maar op basis van de marktrente. Want anders zou dat slecht zijn voor jongeren. Ja. Ik mis die Jesse Klaver, voorzitter. Ja, voorzitter, het is heel interessant. De heer Van Wijnberg die verwijst nu een aantal keren al naar het verleden. Bijvoorbeeld als het ging over het pensioencontract. Sinds 2011 wordt hierover onderhandeld. We hebben toch opgeschreven in het regeerakkoord met wat daar ongeveer ligt. De heer Van Wijnberg verwijst naar standpunten die ik inderdaad heb ingenomen. Was het, dat was toch uw standpunt? De wereld, meneer Van Wijnberg, is in de tussentijd bijzonder hard veranderd. Sinds 2011 zijn er meer ZZP's bijgekomen. En heb ik het niet over ondernemers. Dan heb ik het over mensen die eigenlijk bij een bedrijf werken, maar gewoon worden uitgebuit en waar geen pensioenpremie voor wordt betaald. Dat betekent ook iets voor de manier waarop je naar pensioenen kijkt. In dat standpunt, wat ik daarin neem, op een hoogtepunt van de economische crisis, vond ik inderdaad dat we aan de meest prudente, de meest voorzichtige kant moesten gaan zitten van die rekenrentes. Inmiddels, zeg ik, dat heb ik van mijn partij al eerder gezegd, nu zijn we zo voorzichtig dat we ons arm rekenen. En ik sta, voorzitter, ik ga verder. Ik sta voor jongeren. Maar in dit land sta ik ook voor ouderen. En op het moment dat we het alleen maar voor één groep opnemen, dan gaat er iets mis in Nederland. Uiteindelijk hebben we niet een akkoord nodig tussen politieke partijen, maar een generatiepact. Gaat u verder. Dank u wel. Voorzitter, tot slot. Want volgens mij moest ik naar een afronding toe. Het feit dat we er met z'n allen niet zijn uitgekomen. En dat er geen nieuw pensioenstelsel ligt. Dat zorgt ervoor dat er nu pensioenkortingen dreigen. En dat moeten we niet laten gebeuren. Want uiteindelijk mogen gepensioneerden niet de dupe worden van ons aller politieke onvermogen. En daarom zal mijn collega Paul Smulders een initiatiefwet indienen. Die de hersteltermijn voor pensioenfondsen met 2 jaar verlengt. Dat geeft mensen die nu een pensioen hebben lucht, zodat ze niet gekort worden. En het geeft ons de dure verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in de tijd die we als reservetijd krijgen, zou ik willen zeggen, we werken aan een nieuw pensioenstelsel voor iedereen.